Erhard las het citaat nogmaals, van voor naar achter en nog eens. Het bleef zich oprichten als een wispelturige worstelvorm die nu eens linksom, dan weer met zijn andere eindje rechtsom kronkelde. Nu ging het gelukkig alleen op papier. Het betrof de aanhef van de volgende zin. Ik koester een mild wantrouwen. Verder lezen kon hij niet vanwege zijn ingehouden adem. Wat had de spreker Erik Jan hiermee precies voor ogen toen hij dit uitsprak? Toen hij dit bijna spreekwoordelijk gezegde toevertrouwde aan de luisteraar die dit op papier deed verschijnen. Een mild wantrouwen, dus het is niet zo erg die onrust, die verdenkingen. Dus dat verdachte gedoe mag je met mildheid betrachten en dat doet Erik Jan dan ook grootmoedig. Hij koestert het zelfs, hij vertroetelt de mildheid en dat wantrouwen alsof zijn leven ermee samenhangt. Wat zou Erik Jan zijn zonder zijn milde wantrouwen? Gewoon iemand ter goede trouw? Erhard struikelde over dat volkomen gebrek aan origineel gekoester, maar bleef bovendien nog eens haken achter dat milde wantrouwen. Niet wantrouwen zoals iedereen wantrouwt, maar milderend, dus een beetje. Er bestond blijkbaar een minder wantrouwen, beetje meer wantrouwen en heel ernstige varianten. Een ongelijk gehalte aan twijfelachtig voorkomen dat vervolgens gecodeerd werd als een klasse met mildheid en een veronderstelde klasse met ernstige aandoeningen. Die ongelijkheid in toegekend of volume had natuurlijk vele ervaringen achter de rug en kon, zo stelde Erhard zich voor, bogen op aanmerkelijke historische voorbeelden en parallele ruimtes, waarin van een overeenkomstige codering en volumeberekening sprake zou zijn. De codering kon iemand nog als een literaire gewoonte wegschrijven, maar het meten en berekenen van volumewaardigheid leek hem een linkerzaak toe. Zo vol maatschappelijke associaties dat je er wel voor aanspreekbaar moest worden geacht en zodoende voor emotioneel identifieerbare ontemakkelijkheid kon opdraaien. Je had bijvoorbeeld iets en het zette je apart. Niets aan de hand, men is en spreekt voor zichzelf. Maar zodra je dit iets ging koesteren, ging opdelen in mild en ernstig en aanspraak ging maken op hoeveel heb ik en hoeveel heb jij nou, dan gingen de verschillen behoorlijk meetellen. Er was meteen meer dan iets zo van, hé, dat lijkt wel ongelijk. Is dat eenmaal geconstateerd? Dan gingen allerlei verbanden aan de haal. Het ongelijk en het verschil tussen rijke en arme landen, de overeenkomsten tussen al datgene wat zich van elkaar probeerde te onderscheiden, je had gelijk weer zoveel wantrouwen om op te hoesten. Erhard probeert zich te ontschaken van mildheid, maar raakt toch nog even verstrikt in adverterende bijzinnen. Was er niet zo lang geleden een campagne geweest waarbij het idee van verschil als kwaliteitsterm werd ingevoerd? Het beetje anders zijn was al een stuk beter dan al het andere dat je ermee zou willen vergelijken. Dan nam je toch dat verschil mee, toch? Als bonus erbij. Dit accent op verschil als superieure vorm van andersheid bevestigde op hauterne wijze een ongelijke achtergrond, vermoedde Erhard. Dat maakte hem enigszins achterdochtig wat betreft de kwalitatieve intenties. Tegelijkertijd schoot hem een analoge impressie te binnen vanuit de deconstructieve school, die bekend stond om haar vooruitstrevende ideeën en zich daarbij altijd beriep op aandacht voor het andersoortige, het differente. Terwijl weer andere oudere collega's juist uit solidariteit het gemeenschappelijke de gelijke rechten van ieder voor de wet wilden regelen. Men koos uit lijfsbehoud blijkbaar toch voor een eigen cel, een groepsvermogen waarbij je gelijk kunt krijgen, al heb je dat niet. Het is zeker geen eigendom, je kunt wel doen alsof, maar een mild wantrouwen ligt wel overal op de vloer. Erhard verschuift zijn voeten en gooit zijn handen in de lucht. Is het een sluipende jaloezie, een agressieve eerzucht of empathische trots? Erhard stelt zich een andere personage voor, hij imiteert mogelijk gedrag, bijvoorbeeld hoe de actrice met de zwavelstokjes ergens anders bij wil horen, bij wat ze kan, wil, wens en droomt, maar eigenlijk niet bij zou kunnen behoren volgens ongelijke maatverdeling. Haar personage is een beeld dat telkens tele in de blender gaat. Ze staat erbij en leeft het ongelijktijdige. Ze blijft dingen ontdekken en zou het zo weer doen. Dan legt ze uit, ze vergelijkt. Het gaat niet over, je steekt er overheen.